Ik ben Joost, ik ben 38 jaar oud en kom uit Den Haag oorspronkelijk. Ik ben dakloos geworden omdat ik uiteindelijk een huurachterstand had opgelopen, die ik niet meer op tijd kon inlopen, waardoor ik uit huis ben gezet. Als je net op straat komt, dan weet je niet waar je heen moet, wat je moet doen, waar je moet melden of wat. Het is als dakloze wel moeilijk om verzekering te krijgen, maar Gouda die biedt nu mogelijkheden om collectieve verzekeringen te regelen. En dat wordt dan wordt je premie gelijk van je uitkering afgetrokken. Dus dan heb je daar eigenlijk ook geen omkijken meer naar. Wat wel iets makkelijker maakt. Maar anders, als je geen adres hebt, dan kan je ook geen verzekering aanvragen. Je moet bijvoorbeeld een postadres hebben bij het Leger des Heils of ergens anders. Maar dan kom je, als je ergens anders een postadres hebt, dan zegt de gemeente weer, dan ben je niet dakloos genoeg. Dus daar krijg je weer geen recht op collectief verzekering of uitkering. Gewoon mensen die geen thuis hebben en geen eten en geen geld natuurlijk. En armoede ook wel. Ik wil eigenlijk wel gelijk medelijden. Medelijden ook, ja. Ja, ik heb het idee dat ze opgevangen worden als ze dat zelf willen door organisaties zoals het Leger des Heils. Dus dat ze op zich wel terecht kunnen voor een onderdak en eten en een douche. Maar eerlijk gezegd, heel veel meer weet ik er ook niet van. Je kan het ook zomaar zijn. Je hoort wel eens van mensen die gewoon in normale doen waren en ineens iets overkomt. Door werk, weg of verschijning of weet ik veel wat. En je kan niet bij familie of vrienden terecht. Ja? Daar hang je al. Ja.